Dit jaar hebben wij het thema dinosaurussen. En dit is bij uitstek een onderwerp waar je veel tandjes voor nodig hebt. Ja. Dus ik ben al vanaf april bezig helaas. Dit zijn de laatste details. Ik hoop dat dit wel een beetje het laatste is, ja. Ah, we zijn in het pittoreske Rossum. Oftewel, Gutkeurndorm. We nemen een kijkje aan de Scheeskuttels Allee. Het is namelijk bijna... carnaval! Haha, kijk! Ja, dat begint erop te lijken. Hallo! Jij bent, je bent nog even aan het de laatste ding aan het spuiten. Ja, zeker. Ik zoek Luc. Is jullie voorzitter? Ja, zeker. Luc is helemaal achterin. Oké, okay, nou loop ik daar even heen. Hey, succes nog. Hij zoop, maar zijn dikke pens weer rond. Dus toen daar is hij wel. Ja, daar is Luc, de voorzitter van de Scheeskuttels. Hoe is het? Ja, goed. Waar zijn wij? Ja, we zijn in de loods bij de Scheeskuttels, achter Café Paardencentrum Meurten. En voor wie jullie niet kennen, wie zijn jullie? De Scheeskuttels. We bestaan 33 jaar. Komen uit Rossum. En we zijn de wagenbouwvereniging. We hebben... 33 jaar is een jubileum, hè, in het carnavalsland. Inderdaad. En we pakken groots uit dit jaar. En we zijn heel op tijd begonnen met alles. Dit jaar hebben wij het thema dinosaurussen. En ik begrijp dat het al wel een tijdje geleden is dat jullie bij de grote carnavalsoptocht in de Oldenzaal een eerste prijs hebben gewonnen. Dat is lang geleden. Inderdaad. De laatste keer was in 2008. Toen hebben we samen met de andere wagenbouwverenigingen in Rossum meegedaan. En de laatste keer voor onze eigen vereniging was in 2001. Dus 22 jaar geleden. Nou, dan wordt het weer tijd, of niet? Ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn. Dit zijn de laatste details. Ik hoop dat dit wel een beetje het laatste is, ja. Die moeten nog drogen en dan spuiten we ze in kleur. En dan moeten ze gelakt worden en dan kunnen ze op de wagen. Zo, hier gebeurt het precisiewerk. Ja, hier gebeurt het precisiewerk. Hoe lang zit je nou dit te doen dan? Vanaf april. Ja? Ja, ik maak tandjes. En dit is bij uitstek een onderwerp waar je veel tandjes voor nodig hebt. Dus, ja. Dus ik ben al vanaf april bezig helaas. Ja, ja. Jij moet alle tandjes in je eentje maken. Ik heb ook hulp van Mart hier achter. Die helpt me ook wel eens mee. Afdeling tandjes. Ja, dit is de afdeling tandjes. Ja, ja. Hoeveel moet je er maken dan? Van de tandjes denk ik een paar honderd. Maar wat misschien interessanter is, daarboven op het bord zie je allemaal afgestreepte vinkjes staan. Dat zijn de kleine piepschuimpoppetjes. Dat zijn er dus 133 die we dit jaar hebben. Zo, dus dit is een van de 133. Ja, dit is de een van de 133. Ja, we maken meestal een stuk of 6 of 8 van dezelfde. Dus ik denk dat we een week met 8 poppetjes bezig zijn. Anderhalf week, zoiets. Reken maar uit. Ja, dus er heeft heel veel werk in gezeten, dat wel. 133 deel door 8. Ja, dat... Theo is nog een van de oprichters hier. Kun jij me wat vragen hoe dat was 33 jaar geleden? Oh, Theo! Maar hoe was dat 33 jaar geleden? Ja, dat was natuurlijk heel anders. In een oude schuur bij de APTB in Rossum. Waar het was doorheen. Ja, daar hadden we eigenlijk geen geld in kas om een wagen te kunnen bouwen. Dus toen hebben we 100 gulden destijds per persoon ingelegd. En daar moesten we mee doen. Dat was ons beginpotje. Voor elke vereniging is het iets magisch, denk ik, eerst te worden in Oldenzaal. Maar we hebben ook rondgekeken bij onze conculega's en de kwaliteit is gewoon absurd hoog dit jaar. Dus, durf je een verwachting uit te spreken? Nee, je moet het totaalplaatje zien. En als alle wagens zondags op zijn gesteld, dan kun je echt een beeld maken van wat andere verenigingen ook hebben en wat je zelf hebt.